My Queen Caro is eigenlijk een portret van de jaren 70, gezien door de ogen van een kind. En het speelt zich in het Amsterdam van de jaren 70 af. Nee, inderdaad, de basis van het scenario is wel gebaseerd op uit herinneringen uit mijn jeugd. Ik ben als Belgische verhuisd naar Amsterdam in die periode. Natuurlijk, gaandeweg in het proces, ik heb er 5 jaar aan geschreven, is het ook wel verder komen staan van wat ik zelf heb meegemaakt. En is er een soort universele verhaal ontstaan. Die blik van het kind, wat voor mij heel belangrijk is in het scenario en tijdens het schrijven en tijdens het maken van de film. Waar mensen mij ook de hele tijd vroegen van, maar wat is jouw standpunt? En mijn standpunt is echt het standpunt van het kind. Dat kind ziet moeilijke situaties tussen haar ouders. Maar een kind die maakt daar geen keuze in. In die weerwaar van het kraakpand, waar iedereen binnen en buiten loopt en waar eigenlijk geen privédomein is, was het heel belangrijk om een soort wereldje voor Caro zelf te creëren, waar zij haar eigen luchtbel heeft, of wateromgeving. Ze heeft dan ook een soort heel subtiel moment met Daniel, het jongetje dat bij hen in komt wonen. Een soort van gevoeligheid of een soort van eerste aanraking onder water, wat binnen haar wereldje zit. Dus behalve dat alles vond ik het ook een heel mooi. Hou ik ook van de beelden van water. Ja. En vroeger kende ik ook iemand die zei, je hebt de ijssmelters en je hebt de ijsbrekers. En in het scenario heb je natuurlijk de richting van Raven die zegt, we gaan door tot het einde. Zeer consequent. Of mensen die door een andere manier het probleem willen oplossen. Door ijs te smelten. En dan heb je die egel natuurlijk, die daar is uit voortgevloeid eigenlijk. Die Caro wil de dingen bewaren zoals ze zijn en ze vriest haar egel in. Ja. Dus er zijn allemaal lijntjes met water, waarvan er een heel aantal weg zijn gegaan omdat het te expliciet werd. Ja.